This is our defining moment. Our chance to take back our country. Our chance to shape history. Division 2 is uit, al een tijdje, en het is de zoveelste looter shooter die de afgelopen 2-3 jaar is verschenen. Nou, Destiny, Warframe, geweldige Anthem natuurlijk. En Tom is ermee aan de slag gegaan aan Division 2. Ja, best wel lang ook, want het is natuurlijk al wel even geleden dat hij is uitgekomen. Ik vond het dit keer wel belangrijk om dan op zijn minst, weet je wel, de endgame te ervaren. En ook even te kijken hoe die game is over a long period of time. Dus ja, ik ben er doorheen. Ja, precies. Want de game is nu al, hoe lang uit nu? We zitten nu op drie, vier weken bijna alweer. Weet je, de eerste grote content begint al uit te rollen. We hebben al een nieuwe regio gehad. De eerste raid komt er alweer aan. Weet je, het hele year one gebeuren is al een soort van out there in de media. Dus, de roadmap. Ja, de roadmap. Ja, ik weet dat sommige mensen er een pesthekel aan hebben als ze het gaan hebben over, ja, deze game gaat evolueren. Maar ja, laten we heel eerlijk zijn, de Division 2 is ook een game as a service. Dus, ja, fantastisch. Ik ben er doorheen, ik ben een Division agent geworden in Washington. Hell yeah! Ja, vet. Ja. Het verhaal. Gaat het verder met deel 1? Ja, soort van. Dit speelt zich 7 maanden af na de hele pokkenpandemie die uit is gebroken in New York. En dat speelde natuurlijk in het eerste Division. En nu is het dus ook in Washington, is het helemaal, Washington is verlaten. Iedereen is dood. Het is één grote. Er is veel stront aan de knikker. En als Division Agent moet je dan, zeg maar, al die stront een beetje op gaan schonen. En dat doen we dus nu gewoon in Washington. En als je dan hebt over het verhaal, ik kwam vrij snel op het punt aan dat ik dacht van, hey, ik herinner me eigenlijk niks meer van het verhaal van de Division 1. Want dat was eigenlijk, het was post-apocalyptisch, maar dan in een Tom Clancy sausje. Dus een beetje militair en dergelijke. Ja, precies. Maar de straten waren ook verlaten. Je kreeg ook weinig info van wat ik nog herinner. Nou, er was wel vrij veel info, maar het is gewoon niet een enorm interessant verhaal. En dat is in de Division 2 ook weer het geval, weet je. Alle koppen die je tegenkomt en die heel bombastisch zeggen van, hey, je bent een nieuwe sheriff in town. Ze zijn allemaal ultiem vergeetbaar. Ja, je kunt ze eigenlijk allemaal het ene oor in het andere oor uit. Dude, je bent er alleen maar om te zeggen dat er op locatie A een boel bendeleden zitten en dat ik ze op moet schonen. Kom op, let's get it on. En dat omarmen ze zelf ook een beetje, want die hele game, ze lijken een soort van politiek argument te willen maken. Ja, maar doen het niet. Nee, uiteindelijk doen ze het helemaal niet. Weet je, het begint ook met een hele coole intro cinematic van, did you own a gun when it happened? Oh, Did your neighbor own a gun? En eigenlijk, weet je wel, dat gaat ook meteen weer out the window. Oh, dat zeg ik. Ik denk wel, is het gemaakt door de Republikeinen? Nee. Het is ook heel gek, want het is dus een beetje, ze gaan heel erg in op de Amerikaanse soort van samenleving. Maar het wordt gemaakt door Massive Entertainment en die zitten in Zweden. Dus het is een soort van blik van buitenaf naar binnen. Ja. Dus misschien is het ook maar beter ook dat ze er niet echt een politiek geëngageerd punt van maken. Ja, nee, Ubisoft is er sowieso niet zo van. Nee, precies. Far Cry had dat ook. Nee, maar dat is ook het ding. Het verhaal moet je ook gewoon opzij zetten, want het draait hier gewoon om die loot shooter elementen. Ja. En dat doet de Division 2 gewoon fantastisch. Ja, want ik vraag me af, ik heb de demo gespeeld eventjes en ik dacht bij mezelf van, is dit niet gewoon deel 1? Maar is er veel veranderd? Of is het gewoon geëvolueerd? Het ding is, hier zat ik zelf dus ook mee. Toen ik de game voor het eerst begon te spelen en het was ook op stream, toen liep ik er heel vaak tegenaan van, oh wow, dit is zo natuurlijk voor mij, omdat het zo enorm veel lijkt op de Division 1. En dat is ook niet ernstig, want de Division 1 was uiteindelijk best wel een goed spelletje, maar het was een beetje omstreden bij launch en de content was er nog niet helemaal. En nu hebben ze dus al die content wel aangepakt. Nice. Dus je komt dezelfde soort wereld in, weet je gaat gewoon bendes opruimen met je maten, weet je wel, met een squad van 4, kunnen ook vreemdelingen zijn. Je gaat gewoon Washington opruimen, maar dat is gewoon natuurlijk een Ubisoft open wereld. Je krijgt een map met enorm veel blipjes overal, dus altijd wel wat te doen. Er is een enorm veel content, dus in die zin is het geëvolueerd vanuit de Division 1. Het is dezelfde soort gameplay, maar meer en beter verpakt. Nice. Content. Want ja. Dat is wel fijn om te weten dat Division dat wel goed doet. Is het ook een beetje afwisselend of zit je toch weer vooral, want Ubisoft staat wel bekend om volle maps, maar uiteindelijk zit je wel heel veel hetzelfde te doen. Dat is vooral bij in de 6 keer met een Far Cry ook altijd al geweest. Ik zou zeggen dat Ubisoft-syndroom hier ook een beetje van toepassing is, maar tegelijkertijd, het is een loot shooter, daar hoort ook een beetje een soort van grind bij. Ja, dat is wel waar. Dus je doet weliswaar vaak hetzelfde en sommige missies zijn super voorspelbaar. Je weet gewoon als je een kamer binnenkomt van, oh, natuurlijk komen daar straks de bad guys, als ze er niet al zijn, en dan komen er nog een paar waves. In die zin is het heel veel knip- en plakstructuur in bijna alle soorten missies en activities. Maar dat is prima eigenlijk. Want
het is veel content en het verschilt wel wat natuurlijk. Er zijn verschillende thema's, er zijn verschillende groepen. Je hebt strongholds, je hebt raids, er zijn een heleboel andere activiteiten. Maar het is wel veel van die schietelementen. Dus als je echt denkt van, oh, ik wil echt iets compleet anders dan dat Division 1 van 3 jaar geleden. Nee. Dat niet. Maar dat is gewoon dat, maar meer. En ja, weet je. Wat gestroomlijner is, hè, klinkt het een beetje meer. Wat beter uitgedacht. Ja, gestroomlijner vind ik dan ook wel weer een leuke keuze, woordkeuze die je er dan bij pakt. Want het is heel overzichtelijk allemaal. Maar je zit natuurlijk ontiegelijk veel in de minuutjes. Omdat je continu bezig bent met, weet je wel, looten en shooten. Ja, dus want hoe zit het met de loot? Dat is echt het belangrijkste. De loot is overal en continu. Echt Washington. Er is een soort van regen van militaire kisten en rugzakken vol met materialen geweest. Dus overal waar je bent, je pakt continu allerlei loot op. Elke shootout wordt je wel weer beloond met een klein beetje loot. En soms is het goed, soms is het slecht. Er zijn overal weer collectibles. Dus wat betreft het looten, er is heel veel van het looten. En dat wil dus ook zeggen dat je continu aan het, weet je wel, min-maxen bent. Ja. Dus alles wat je oppakt, ben je aan het kijken van, oké, wacht, gaat dit samen met die andere armor set? En als ik dat dan doe, dan wordt dus mijn ene gadget weer sterker. Maar dan ga ik dus die gadget meer gebruiken. Maar dan moet ik daar weer een mod voor dat hebben. Dat klinkt wel heel vet. En die mod die kan ik weer doen als ik dan daarbij die settlement hun ga helpen en 12 missies voor ze doe en 7 holsters inlever. En op een gegeven moment kom je op een punt aan dat als je dit leuk vindt, dat je bijna een notitieblok naast je toetsenbord of controle neerlegt van, oké, eerst dat doen, dan dat. Ik moet deze nog hebben. Ja, eigenlijk. Precies. Ja. En we gaan nu die verzamelen. Maar als je die kniebeschermers vindt die geel zijn, dan gaan we weer iets anders doen. Blijft het wel leuk? Want op een gegeven moment lijkt me ook vervelend dat je dan net je stats hebt en dan, weer een beter shield. Kan ik weer alles opnieuw doen? Ja, nee, dat zul je in het begin, zeg maar, van level 1 tot en met 30, wat de level cap is, en daarna is er een gearscore en dergelijke, dan zul je dat wel echt hebben. Dat je zo vaak ben je dingen op aan het rapen, dat je niet eens denkt aan het craften of niet eens denkt aan het van, laat ik setjes gaan maken, want over 2 minuten vind ik toch weer iets wat een compleet andere set gaat worden van armor. Dus ja, in die zin is het soms wel veel van hetzelfde, maar als je dan eenmaal in die endgame belandt, dan wordt het dus wel meer dat je gaat, dan pak je alles op, zeg je dat ga ik deconstructen, dat ga ik verkopen, ik wacht op dat ene ding wat mijn super lijpe sniper rifle net een beetje beter maakt. Dat is wel leuk. Oké. Okay, tenminste, als je daar zeg maar voor te proberen. En met de endgame afsluitend, is het een beetje bevredigend en is het nog, ik weet niet hoe de roadmap eruit ziet en of er al wat dingen zijn toegevoegd, want ik had al gehoord dat er ergens deze deze week al een raid of zo? Ja, eind april komt dus de eerste grote 8-player raid die ze beloofd hebben. Dus dat is vet. Kunnen we voor het eerst met 8 spelers samenspelen. Dat is nog nooit gebeurd in de Division, dus dat is ruig. Maar ja, er is een vrij grote roadmap voor allerlei post-release content. Alles is gratis, maar met de Season Pass krijg je wat sneller de bonussen en de cosmetische stuff en dergelijke. Maar ja, die endgame is wel best wel, weet je, het is eloquent. Ze hebben nu duidelijk daar neergezet van, yo, wij weten dat in de Division 1 de endgame heel erg karig was. Niet best, ja, daar hebben ze dus nu wel echt zoiets van, oké, je kunt natuurlijk alle missies nog een keer hard spelen, je kunt voor alle collectibles gaan en dergelijke. Maar er zijn nu echt, weet je, grote strongholds, duidelijkere missies. De Dark Zone ook nog? De Dark Zone, er zijn nog steeds 3 verschillende Dark Zones waar je dus in verschillende levels terecht kan komen om ook tegen elkaar een beetje te knokken. Er is zelfs een complete PvP-modus. Als je zoiets hebt van, ik wil gewoon een soort van meer, weet je wel, deathmatch-achtige potjes met andere de Division Agents hebben. Dat kan, dat is leuk dat ze erin hebben gedaan. Dat is misschien niet voor iedereen. Maar nee, die endgame, er is duidelijk, weet je, de hele wereld wordt dan anders. Er komt een nieuwe groep ineens in het spel. Ik wil niet te veel spoilers geven voor wat het precies is, maar er is duidelijk wel over nagedacht van, oké, en als je dan klaar bent met alles, dan krijg je dit en dat leeft nog een tijdje voort en dan kun je daar lekker, zeg maar, sterker in worden nog. Nice. Veel content. Wat heb je het gegeven? Volgens mij een 8,5, 8 nog iets in die richting. Het is in ieder geval een ruime voldoende, omdat het doet misschien niet zo heel veel nieuws, maar wat het doet, doet het nou echt fantastisch. Dus dat wil zeggen een loot shooter met gewoon meteen veel content en daarbovenop dan de hele game as a service belofte van er komt meer en het gaat evolueren en we gaan met cosmetische stuff komen, gaan we nieuwe missies komen. Het we gaan wordt met nieuwe eindelijk goed gedaan. Ja, het wordt eindelijk. Weet je, we hebben de laatste tijd zoveel games as a service dingen gehad die gewoon heel bare bones lanceren. En daar hebben wij sterker nog ook nog een stelling van de week over opgenomen. Ja. Dat te ernstig is. Ik zou zeggen dat The Division 2 is zeg maar het schoolvoorbeeld van een game as a service die er meteen is, met veel content en weinig drama. Ja, weinig drama. Weinig controverse. Ja. Nee, klinkt heel tof. Nou, de geschreven review staat ook op de website. Voor meer reviews, previews, filmpjes, van alles eigenlijk. We zijn zo multifunctioneel. En een prachtige coversong van onze houseband. Oh ja, tuurlijk. Ja, natuurlijk, we hebben over de Division 2. Ontzettend mooi liedje. Ja, dat kun je allemaal vinden hier in de beschrijving. Kun je allemaal doorklikken naar andere toffe content. Volgende week top 10 in de top 40, ik weet het zeker. Ja, zeker. We gaan die Spotify Nederland top 100 gewoon halen.
Gamersnet Houseband. Ah, precies. En hou Gamersnet in de gaten voor nog veel meer leuke updates en content. Yay! Yay!